Leuk dat we vandaag konden afspreken, Pia. Ja, inderdaad, veel te lang geleden. Oh, dit is zo'n leuk liedje. Zullen we een dansje erbij bedenken, choreografie? Oh ja, cool. Ik weet ook al een paar pasjes die we kunnen gebruiken, weet je nog, toen we bij die dansclub waren? Ja. Oké, okay, we beginnen hier met twee benen naast elkaar, precies. En dan stappen we naar voren en draaien in slag met de armen omhoog. Zo, Pia. Ja, en dan een stap naar voren, of niet? Kunnen we niet voorover buigen en dan terug omhoog komen, zeg maar? Zo dus, en dan de arm omhoog? Ik vind dat we, dat we wel echt een leuke dans bedacht hebben. Die kunnen we dan steeds herhalen. Ik hoop alleen niet dat we het vergeten. Wat doen jullie hier? Waarom staan jullie met de handen in de lucht te zwaaien? Tessa, wat doe jij hier? Ik wist niet dat je zou komen. Ik wist dat vooraf ook niet. Moeder heeft me hier gewoon afgezet. Toen zei je moeder dat ik naar boven kon om met je te spelen. Ik vind het ook maar niks, hoor. En kan iemand mij uitleggen wat jullie hier aan het doen waren? Wat moest dat net voorstellen? Uh, ja, gewoon. Hanna en ik hadden afgesproken. En ja, dan doen we iets leuks, zoals het bedenken van een dansje. Een choreografie. Dat is wel heel merkwaardig. Zoiets zou ik nooit doen met mijn vriendin. Hmm. Als ik heb afgesproken met een vriendin van mij, dan gaan we naar ons favoriete café en daar drinken we dan een smoothie. Ah, oh, Tessa, deze nieuwe green smoothie is echt lekker, was ook heel gezond. Mhm, mm Die van mij smaakt ook uitstekend. Zullen we een stukje taart meenemen? Ah, oh, ik neem sowieso een stukje van die frambozen taart. Hmm, dan neem ik ook eentje en kunnen we verder. Het was echt een goed idee om naar de ruitersportwinkel te gaan. Hier ben ik nog niet eerder geweest. Ja, ik heb nog wat spullen nodig voor mijn paard. Die haal ik hier. Ik heb dringend een nieuwe halter nodig voor mijn paard, Princess. Ik zou eigenlijk ook graag iets kopen, maar ik heb ja geen paard. Daar komt wel verandering in. Kijk eens, Tessa, wat ik heb gevonden. Dat neem ik zeker mee voor Princess. Mooi, hè? Oh, dat is werkelijk prachtig wat je hebt uitgezocht. Maar dat hoef je toch niet zelf te dragen? Ik roep mijn chauffeur er wel even bij. Nou, Frederik, breng dat maar alvast naar de auto. We zullen het dan gaan betalen. Bedankt. Begrepen, mevrouw Snop. Komt in orde. Als ik hier iets wil kopen, dan heb ik in ieder geval een paard nodig. Maar misschien kan ik toch wel een accessoire uitzoeken om te beginnen. Ah, oh, Tessa, wat dacht je van deze hoed? Oh, die is uitstekend. Fuchsia roze cilinderhoed. Heel bijzonder. Net als ik. Hallo dames, wordt dat apart of samen betaald? Even kijken, zadel en halter zijn samen 900 euro. Ah, oh, dat is geen probleem, ik betaal alles samen. Een cadeau van mijn vriendin. Dan is het 1300 euro in totaal. Oké, okay. ik zou graag met creditcard betalen, kan dat? Ja, tuurlijk. Wow, zomaar 1300 euro betalen van je zakgeld? Mevrouw Snop, wat wil je als volgt gaan doen? Waar kan ik u heen brengen? Nou, Frederik, ik heb natuurlijk nu een paard nodig. Breng ons naar de fokkerij. Oké, okay, mevrouw Snop, we zijn er. Is het zo in orde? Pardon, maar wat moet dit voorstellen? Waarom rijdt u met een post op mijn gazon? Ik bedoel, er zijn veel paardenfans, maar eentje hier zo terrein op rijdt, dat heb ik nog niet meegemaakt. Ah, oh, dit paard, die voldoet helemaal aan mijn standaard, aan mijn wensen. Die wil ik graag hebben. Ja, een goede keuzetes, een echt raspaard. Dat vind ik ook voor mij enkel het beste paard. Nou, ik wil deze. Wat moet hij kosten, meneer? Kan ik hier ook met creditcard betalen of enkel met cash? Eh, uh, ho, stop. Dit paard is niet te koop. Zij is van mij. Dit is Lucy en met haar heb ik al veel prijzen gewonnen. Zij is niet te koop. Oh, ze heeft ook nog eens veel prijzen gewonnen. Dan is het zeker het paard van mij. Wat is uw prijs? Even serieus, ik heb u al gezegd dat dit paard niet te koop is. Het bedrag van 150.000 euro, is dat genoeg? En deze wagen om het paard te vervoeren, die koop ik ook. Hoeveel is dat samen? Oh Tessa, dat is echt een goede keuze. We kunnen dan samen paard rijden. Frederik, de Porsche laten we zo lang hier. Die halen we later wel op. We vervolgen ons weg met deze groene wagen voor het paard. Eh, uh, oké okay, mevrouw Snop, als u dat wenst. Ik verheug me er nu al op. Fijn dat we een bedrag overeengekomen zijn. Hartelijk dank. Nou, kom maar. Lucy zou je niet meer heten. Ik noem je voortaan Koningin Victoria. Het beste, Lucy. Ik ga je missen. Maar een bedrag van 250.000 euro? Daar zeg ik geen nee tegen. Wat een vreemde dochter. Nou, het paard is gereed. We kunnen vertrekken. Instappen allemaal. Misschien stoppen we nog even bij mijn lievelingsrestaurant. Ik heb wel zin in een drie-gangen-menu. Friederik, ik heb me bedacht. Kunnen we toch even naar het pretpark? Ik bel wel dat ze ons alleen laat in het park. Mm, ja, dat is een hele normale dag als ik heb afgesproken met mijn beste vriendin hoor. Mm -hmm. Heb ik dat nu goed begrepen? Je hebt zomaar een paard gekocht? Als Pia en ik hebben afgesproken, spelen we met mijn konijntje, Pia. Ja, en dan leren we Pia nieuwe trucjes. Pia, heb je zin om te tekenen? We kunnen samen een groot poster maken. Oh, dat is leuk! Ja, die kunnen we dan ophangen. Dat gaat cool zijn. Oké, okay, het poster is af. Pia, zal ik mama en papa vragen of je mag blijven slapen? Ja, graag. Dan kunnen we een slaapfeestje houden en tot midden in de nacht kletsen. Oh ja! Sorry, een slaapfeestje? Hoort dat nu goed? Dat menen jullie toch niet echt, hè? Tssst. Wow Tessa en ik hebben totaal verschillende ideeën over wat je doet als je met je beste vriendin hebt afgesproken. Jullie kunnen stemmen. Als jullie afspreken is het dan net als Tessa of net als bij mij en Pia. Laat hieronder in de commentaar maar weten wat jij het liefst doet met je beste vriendin.